Hallo iedereen en welkom bij Vlogmas dag 11. Het is voor mij dinsdagavond, denk ik. Ja. En ik ga zelfs vertrekken naar het Naked event in Düsseldorf. Naked heeft make-up gelanceerd. En we gaan, ik en Celine, Celine en ik bedoel ik, we gaan er naartoe. Super spannend. Maar ik ben nog aan het wachten op Celine. Ik ben zo goed als klaar. Ik wacht gewoon nog, want Celine komt mij halen. Dus ik dacht, ik ga nog even mijn adventkalender open doen. Dus vandaag 11. En het is eye-catching liner. Oeh. Het is zo'n eyeliner. Super tof. Ook weer full size. Dat is echt zot. De tip is ook wel echt goed. Woehoe. Super blij mee. Wij zijn aangekomen in Düsseldorf. En de camera is echt wel mooi. Ik zal jullie zelfs rondleiden, want Celine zit nog op het wc. Maar er zijn goodies om ons te verwelkomen. Ballonnen van Naked Beauty. En ja, een tekstje, chocolaatje, super tof. Lijkstokken en bloemen zelfs. Echt kei lief. Oké, hier kom je binnen. Wel een beetje raar, want je komt eigenlijk binnen in de badkamer. Hier is de douche, make-up tafel. Hier is het toilet. Ik weet niet hoe dat eruit ziet. Ja. Gewoon, oké. En dan heb je hier de pompenbak en een bad. Oh, ik wil thans wel aan dat bad. Oh, je kunt... Ik kan een bad gaan en jij kunt douchen. Samen. Oh, en als ik... Kom eens hier. Ah, nee. Ik dacht dat je daar ging komen, maar je komt hier. Dan kun je mij zien zitten als ik in bad zit. Oh, leuk. Dat is tof, hè? Ik zal een bad gaan. Jij kunt op dat zetelje zitten. Leuk. Kunnen we dat afspreken? Ja. En dan is hier de kamer met bureautje, grote spiegel, dat is wel fijn. TV en het bed. Oké, we zijn klaar. Jokers. We hebben allebei een zwarte blazer dress aan. En dan gewoon even onze jassen erover. We gaan nog ons kaartje voor de parking vragen en dan gaan we vertrekken. Oké, we zijn aangekomen op het Naked event. En het ziet er echt super cool uit. Het is ook wel best wat volk, waaronder een paar bekenden zoals Angelica Blik. Noemt die Blik wel, met haar hakken. Blik. Ja, zo'n Zweedse die vaak bekend was en zo'n goede was. Die en Noor van Queen of Jetlag zou ook komen. Dus ik ben kei benieuwd. Kamer. Celine in haar natural habitat. En hier is een ballon. Voor u. Oh, dank u. Als u. Oh, wauw. Prachtig. Applaus. Ik ben wel bewegen, want dan ziet je mijn gat. Ah ja. Dat is zo kort. Maar misschien willen ze uw gat wel eens zien. Hè?
Ik wil even meedeel dat Celine stinkt. Ik zou wel mijn onderbroek. Maar ik vul hem helemaal tot de helft, hè, Kieke. Ik vul hem mijn onderbroek niet. Maar Celine stinkt, hè. Ja, mijn pyjama stinkt. Ja. Oh, dat is typisch. Celine, haar kleren stinken altijd. Shit, man. Nee, dat is niet waar. Hè. Celine heeft een probleem met haar pyjama. First world problem. Ik doe dat topje aan om te slapen. Het is te koud. Te koud, het is gekeid. Oh, ik haat zo warm slapen. Het is echt warm. Ik heb liever zo dat het heel koud is. Ramen open en vriezen. Koud, maar... Jawel, vriezen. Vriezen! En we gaan ons klaarmaken om te gaan slapen. Of niet? Jawel. Ik moet nog even blijven. Nog even? Ik kan nu. Het is 9:50. Ja, ik ga wel. Ik ga wel. Dus ik ga slapen. En Celine gaat... Alleen zijn, hè? In mijn eentje. Maar ik ben er, hè? Ik ben naast u hier in bed. Oh, dat is wel goed? Echt tof gezet. Trouwens, bij Naked hebben ze ons ook nog eens geschminkt. Ik vind het wel mooi. Die contourdingen is wel mooi gedaan. We hebben ook nog een hele goodiebag gekregen. Maar ik denk dat ik dat in een aparte video allemaal ga laten zien. Behalve misschien de miscellaneous stuff, zoals dit. Ah ja, is goed. Pak die 15 van mij ook. Dit hebben we gekregen uit tomatensoep. Dat ga ik sowieso niet laten zien in de andere video, maar wel de productjes. Dan een maskertje van Tony Moly. Noemt I'm Acerola. Dat klinkt echt alsof het een ziekte is of zo. Dat is zo'n cheat mask. Dan nog dit, de Invisible Bobble. Dat is wel een mooie kleur, hè? Zo voor kerst of zo. Zo roodachtig. Cute. Een speld haarklip van Naked. Die had ik gegrepen. Dan een... Wat is dit? Lavendel en... Pinienbalsum. Voor in uw haren, denk ik. 100% vegan, 0% siliconen. Ziet er zo uit. Was er nog iets anders buiten make-up? Oh ja, zo'n tasje. Ah, en dit. Dit is zo'n roze kwarts steen om zo over je huid te gaan en te liften. En dan nog van Jubilist of zoiets. Dit posje en mijn naam staat daar in het goud op. Die heeft wel de S een beetje raar gemaakt. De S is fucked. Maar dit posje is wel nog een mooie kleur. En dan dit nog, de Crystal Radiance Essential Moisturizer. Moisturizer met rose quartz. Roze quartz dus. Ziet er zo uit. En dat is van het merk. Hetzelfde als dit, genoemd. Rosenthal. Ik heb mij ontschminkt. Celine is nu bezig met haar schminken. Ah! Hey! En thee aan het zetten nog. Wat wilt je? Munt? Groene? Oké. Ik ook. Oké, twee muntteetjes en dit is de mini bar. Wat is hier? Oeh, nog. Zou er ook nog iets in zetten? Hoe gaat dat open? Oei, nee. Ai. Hoe gaat dat open hier? Oei, nee, shit. Ja, hoe gaat die frigo open? Ah, hier. Oké. Okay. Oh ja, dat is keiveel drinken. Oh, Red Bull. Mmm. Toch niet nu? Ja, nee, niet nu, maar. En champagne? En fruitsappenaal. Ik hoop dat het theetje mij goed gaat doen, want I'm not feeling so well. Zoals je misschien wel hoort. Maar we gaan nog thee drinken, denk ik. En misschien Chateau Meiland kijken. Want we willen dat eens kijken. Want we missen de hype, hè, van Chateau Meiland. Wil je tegen mij opvragen? Ik zeg dat we de hype van Chateau Meiland missen. Ah ja. Wijnen met de meiden. Maar ja, Celine wijnt niet, dus. Saai. Ondertussen hebben we maskertjes.
Oh, er hangt zoiets bij u. SpongeBob, SquarePants. Oeh, aan die kant. Ja, ik heb het op plat. Ah ja. Dat is mijn stuk dat ik gescheurd heb. Oh, en we zijn SpongeBob aan het kijken. Plankton retires. Oké. Wilt je dat zien of wilt je Chateau Meiland zien? Allee, denk na, kom. Hey. Hey. Amai, nu is mijn neus ook toe. Ja, en ik begin ook meer hoest te krijgen. Oh, bedankt, dus meis. We zullen elkaar hebben aangekomen. Ik denk het. Mm-hmm. Oh, mijn neus. Dat is echt vervelend, hè. Ja, Celine heeft mij haar neus gegeven. En jij mij. Haar toeneus. En ik u de hoest. Mm. Top die. Fun times hier in Düsseldorf. Echt waar. Wij gaan slapen. Hoe laat is het eigenlijk? 11:30? Ja, 11:30. Ik ga nooit zo laat slapen thuis, hè. Ik wel. Ja, ik heel vaak, hè. Ja, ja. Ik heel soms wel. Mm-hmm. Niet altijd. Oké, ik ga ook de vlog afsluiten. Hopelijk vond je het leuk, dus zeker thumbs up. Thumbs up. Ga zeker Celine volgen. En de fam, of mijn family. Thanks, everyone. En dan zie ik jullie in de volgende vlogmas. Dag.